Deze nieuwe muziek is zo deprimerend. Laten we hem veranderen. Veel beter! Goedemiddag allemaal, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Ik ben weer jullie in echte zeep. Het is vroeg. Ik ben al een beetje slaperig. In de vorige aflevering zijn we teruggekomen bij Towel Town. Hebben we gezien hoe dat het gaat. Hebben we de laatste puntjes op de i gezegd qua treasures. Dus wat we willen doen is als eerste, voordat we terug gaan naar de live factory, zijn er nog twee dingen waar ik eerst naartoe wil gaan. Het eerste is om jullie te laten zien waar Mocknet Central ligt. Mocknet Central is dus zeg maar waar we constant die brieven voor hebben gedaan. Waar je dus nog een Rosetta ring zou krijgen als je alle brieven hebt gedaan. Ik weet nog niet eens of ik alle brieven heb gedaan. Maar ja, het is wel zeg maar een ding dat bestaat. En nou, we moeten heel eventjes denken. Waar zat nou ook alweer die Mocknet Central? Volgens mij zat Mocknet Central op dit eiland hier. Sorry. Op dit eiland hier. Maar dat weet ik niet zeker. Dus ik land hier heel eventjes. En ik ga heel eventjes kijken of ik hier een crack in de wall kan vinden. Maar volgens mij zat hij toch wel duidelijk hier op dit eiland. En dan moet je dus zeg maar met de Chocobo naartoe komen. Via Dead Pepper. Dus waar zit je? Ah, hier zit hij. Dus als wij hier een Dead Pepper gaan gebruiken. Volgens mij heb ik nog niet eens een backup file gemaakt. Geef me even. Wacht eventjes. Ho, stop. Voordat ik dat ga doen. Backup file. Hebben we die gemaakt? Is heel belangrijk. Sorry jongens. Ja, die hebben we gemaakt. Oké, sorry. Huh? Ik schrok heel eventjes. Goed. Sorry. Moest heel even gecheckt worden. Oké, Dead Pepper. Waarom pak jij hem nou niet? Doe het nog eens. Nou heeft hij hem. The crack crumbled and opened up a hole. Welkom in Mocknet Central. Oké, nou eens kijken wat we hier nog kunnen doen. Zal Mocknet out of business gaan? Misschien. Dit is Mocknet Central. Heel erg leuk. The grown up moguls don't know what to do. Omdat alles is kapot. Nou, dat is vervelend. Zal Mocknet ooit hetzelfde zijn? Ja, dat weet ik ook niet. Jullie praten over dat item. Ja. Oké, blijkbaar kunnen we nog steeds dat item niet vinden. Omdat er dus zeg maar nog steeds ergens in de wereld dus zeg maar een paar brieven zijn. Dan krijg je een item. Dan zal Mocknet Central worden gefixt. En dan krijg je de Rosetta ring. En krijg je een mailgeluidje. Mocknet Central is dus niet zo boeiend. En ik heb het eigenlijk nooit boeiend gevonden. Om heel eerlijk te zijn. Maar goed. Taco Visser heeft op mij geabonneerd. Oh, dankjewel Taco Visser. Mocht je dit toevallig aan het kijken zijn, dankjewel voor de support. Ik zie het toevallig hier nou net staan in mijn feedback van mail. Nou, de volgende die wordt dus wel interessant waar dat we naartoe gaan. Ja, sorry, ik wou eerst even naar Mocknet Central. Weten jullie nog dat er is gezegd dat wij dus zeg maar Chocobo Paradise konden vinden als wij goed genoeg gegroeid waren met onze Chocobo? Nou, we hebben alle treasures gevonden. En nou zouden wij dus zeg maar naar het paradijs toe kunnen gaan wat Chocobo Paradise is. Maar die staat nergens op de kaart. Klopt. Dit is namelijk heel erg slim bedacht, vind ik zelf. Weten jullie nog dat de aarde eigenlijk een beetje, of ja, de wereldmap eigenlijk gewoon als een rondvorming is? En op het moment dat jij helemaal, bij wijze van spreken zoals we nu, naar rechts gaan. Als jij helemaal naar rechts toe gaat, tot jij dan links aan de map uitkomt. Dat is namelijk de key van het oplossen van dit raadseltje. Als wij hier naartoe vliegen, dan zien wij dus, zeg maar, daar staan we aan de linkerkant. Maar dan zien wij hier een eiland zitten. Dit eiland zit precies in het puntje van elke map. Want als ik hier naartoe ga, dan staan we in één keer onder. Gaan wij hier naartoe, dan staan we in één keer aan de andere kant. Dit is precies in het midden en is met airship te... Ja, je kunt hier met een airship landen. Maar je moet hier eigenlijk komen met de chocobo, want hier zit ook weer een cracked wall. Dus laten we even een dead pepper geven. Weer een hole. Nog een secret entrance. Yay! Chocobo's Paradise. We zijn er! Dus dit is paradijs, Kubo. Nee! Wanneer ben jij hier gekomen?
Ik heb jullie gevolgd, omdat ik dacht dat je dit plekje snel zou vinden. Oké. Ik ben sprakeloos. Nou, dat is mooi voor jou. Nou, er zijn hier dus... Je hebt hier zeg maar een paar choco's waar je mee kan praten. Ga je hier nou leven? Misschien, als we daar zin in hebben. Je hebt hier dus zeg maar een paar chocobo's staan. Je kunt hier dus zeg maar naar boven toe. En er zijn hier een paar items die we kunnen vinden. Als we hier naar boven toe gaan... Dan zien we dat er hier dus zeg maar de grote choco is. Hallo, hoe gaat het met jou? Welkom thuis, ik heb op je gewacht. Oh, wat leuk. Het leuk dat ze dat voor ons vertalen tot we een beetje met chocobo's kunnen praten. Hey, Chubby, hoe gaat het mee? Choco, je hebt eindelijk alle treasures in de wereld gevonden. Het is nu tijd om je leven hier te starten. Kwee! Vergeet mij niet, Kupo. Hoe kon je mij nou vergeten? Ik ga hier ook leven. Oh, jij bent het weer, hè? Zoals ik al eerder heb gezegd, alleen chocobo's kunnen hier leven. Oh, omdat we alle treasures hebben, hebben we de eerste cutscene hier gekregen. Op het moment dat je alle Choco Grass hebt gehaald en je gaat hier naar binnen toe, dan komt hij en dan zegt hij van ja, je kunt hier leven, maar er zijn nog een paar treasures. En Choco die zegt dan dat hij die treasures nog wil gaan opzoeken. En hij zegt van ja, maar onthoud wel, alleen Chocobo's kunnen hier leven. Dat gebeurt er in die cutscene. Maar omdat wij alle treasures al hebben gehaald, heeft hij die cutscene gewoon geskipt. En is gewoon naar deze al toe gegaan. Dus mijn excuses, we hebben gewoon te veel schat er al gegraven. Maar goed, het spijt me. Maar Choco heeft me nodig, Koepo. Er zijn geen uitzonderingen. Het spijt me, kleine. Kupo! Vergeet het, mee, nee. Deze wereld is alleen voor chocobo's. Laten we naar huis gaan. Je kunt komen bezoeken. Het is niet dat je Choco nooit meer zal zien. Ik ben bang dat dit de laatste keer is dat je Choco zult zien. Wat ben je voor een partyboeper? Je hebt Choco hier gebracht. Maar nou dat hij hier is, kun je niet meer hier binnenkomen. Dat is niet eerlijk, Kupo! Maar ik geef je iets... ja, om het leed te verzachten. Maar je hebt al genoeg cards. Kom nog een keer naar me toe als je meer kaarten kan hebben. Choco, het is tijd om houdoe te zeggen. Kwe. Weet je dat zeker, Choco? Kwe. Kupo, begrijp het. Ik ga naar huis, Kupo. Succes, Choco. Kwe. Goodbye, Kupo. Tot ziens. Kupo. Hoe gaan we nou eigenlijk thuiskomen? Gaan we niet vliegen? Oh, wacht! Jij kunt niet vliegen, Zeepie! Goh, goed gezien. Ik ben niet zo zwaar. Je kunt me dragen, mee, nee. Ik had nooit gedacht dat we in een probleem als dit zouden komen. Oké. Een moogel die mij op gaat tillen. Oké, probeer je vast te houden aan mijn voeten. Oké. Kupo, 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 kupo! 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 Po! Hey! Rustig aan, turbulentie is erg! Dit is niet goed. Kwee! Hey, luister mee, nee. Hoorde je dat? Dat is Choco! Kwee! Dit is Chocobo's Paradise. Dit is waarschijnlijk een andere Chocobo. Kwee! Choco! Kwee! Kupo, ik wist dat je terug zou komen. Zie? Choco heeft me nodig, Kupo! Jij bent degene die Choco nodig heeft, nee, nee. Kwee! Laten we terug naar het bos gaan, Kupo. Kwee! Nou, dan kunnen we eindelijk naar huis. Kwee! Kupo. Dus ja, je krijgt er zeg maar de kaart van... Weet je wat ik heel eventjes zal doen? Als ik uit kan stappen tenminste, van de Chocobo af. Dat zal fijn zijn. Want we komen nou automatisch naar buiten toe. Want dat vind ik wel grappig. Hij zegt van ja, kom nog een keer langs me om even dat ding op te halen. Maar goed, laten we heel eventjes mijn kaart eventjes... want ja, je ziet dat we er 100 hebben. Dus gewoon eventjes, ja, maakt mij het uit. Gewoon eventjes een beetje discarden. Hoppakee. Dit kun je dus zeg maar helemaal vol hebben. Maar dit zijn 100 kaarten. En ja, dus mag je geen dubbele hebben. Dat is echt zo moeilijk om dat 100% te krijgen. Maar goed. Als we dan op Chocobo gaan staan en we gaan terug naar Chocobo Paradise. Chocobo Paradise. En we gaan dus zeg maar weer deze kant op. En we praten dus zeg maar met andere Choco's. Als het goed is, krijgen we nou iets van elke Choco. Maar dat weet ik niet zeker. We kunnen hier dan maar weer omhoog toe. Kunnen we weer naar onze grote. En ik vind het gewoon nog leuk hoe dat we weer gewoon nog steeds naar binnen toe kunnen lopen. Dus
Wil jij mij nou iets geven? Ik dacht dat ze iets allemaal zouden geven, maar waarschijnlijk heb ik het mis. Wat gaan we met jou? Oh ja, hij geeft maximale dead pepper. Dat is altijd handig. Jij geeft niks. I have all the cards you've parted with during your journey. You may take them back. Oh, dat zijn de kaarten die we kwijt zijn geraakt. Oké, okay, en we hebben nog meer. Vet chocobo card. Ja, wij willen niet in paradijs blijven. Ja, paradijs stinkt. Dus, oké, nou, ik geloof dat we nog hoger kunnen door hierop te gaan. Want dan spring je hier naar boven toe. Dan kom je hier bovenuit. En als je dan hier naar beneden glijdt, kun je daar dadelijk afspringen. Maar het belangrijkste is dat we die choco uit het water springen. Geef me even een seconde. Oké, nou zijn we hier eindelijk bovenop gekomen. Kunnen we dus met deze praten. En die zeggen, we moeten allemaal eerlijk zijn. Ja. Jij geeft ook niks. Is hier nou niks te halen? Er is hier gewoon niks te halen verder. Wat zinloos. Nou ja, dit is natuurlijk wel heel erg handig om dus zeg maar al je kaarten te krijgen. Waar zit hier? Oh, dan kan je weer daar naar boven toe. Oh, nee, dit is een andere locatie. Maar het is dus zeg maar weer tot je dus zeg maar de kaarten die je weg hebt gegooid, dat je die dan terug kan krijgen. En ik geloofde dat je iets zeg maar van de chocobo's kon krijgen. Maar volgens mij is dat alleen maar op het moment als je, ja, niet alle treasures hebt. En ik denk dat het allemaal dead peppers zijn of locaties of hints waar dat de secrets zouden zitten. Maar ja, voor de rest is hier niet echt veel meer te doen. Dus hier hebben we ook nog een chocobo staan hier achter de schermen. Hallo. Wat zeg je nou? Nee, wij willen hier niet blijven. Wij gaan hier weg. Deze plek stinkt. Maar ja, dat is dus eigenlijk zeg maar het einde van de chocobo site. Een beetje een anticlimax. Omdat ja, je hebt het sterkste wapen gevonden van Zepi. En dan denk je bij je eigen van ja, er zal er toch wel wat meer zijn. Maar ja, als je nou dus op vierkantje drukt, dan zegt hij van ja, ik denk dat ik wel eventjes zo ga lopen. Dat je Choco dus zeg maar rust gaat laten. Gaat niet gebeuren, want we gebruiken Choco nog steeds eventjes voor ons plezier. Om even naar onze, om heel eventjes naar Toweltown te gaan. Want in Toweltown daar hebben we dus zeg maar nog hele belangrijke items die we op dit moment kunnen komen. Kopen. Dus ik zie jullie in Toweltown. Oké, aangekomen in Toweltown. Is het nou heel erg belangrijk dat je dus zeg maar hierbij deze plek eventjes langs gaat. Voordat je richting de Life Factory gaat. Ja, er is verder nou niks meer te doen voor ons in de wereld. We hebben alle Chocobo sidequests gedaan. We hebben alles gedaan. Ja, ik weet dat Osma er nog is en waar we Choco nog voor nodig gaan hebben. Maar Osma kunnen we op dit moment nog steeds niet aan. Er zijn een paar items die we echt nodig hebben om die baas te verslaan. Maar goed, als we dus nou zeg maar bij de itemshop komen, dan zien we dus zeg maar tot er weer een heleboel nieuwe stuff ligt. We hebben de Wizard Rod voor Zelda, die slechter is, maar toch nodig is. Siren's Flute, High Mage Staff, die we al gelukkig hadden gevonden dankzij verschillende dingen. We hebben T-Pad, die kan alleen, ik wilde eentje, dank je. Holy Meter, maar die hadden we al. Een Dark Gear, is dit? Nee, dat is, doe er maar eentje bij kopen. Want de Synthesis Shop, oftewel de shop waar we allemaal items samenvoegen, die is nou heel erg belangrijk voor ons geworden. Omdat daar zijn dus zeg maar hele belangrijke items te koop, die we zeker willen hebben. Nou, eventjes hier gaan praten met jou. Hallo. Hier liggen nog 2000 gil die we nooit hebben opgepakt. Hallo. Nee, ik moet met jou praten. Oké, nou eens eventjes kijken. Wat hebben we? Butterfly Sword. Hier kunnen we nou dus zeg maar alle zwaarden zien. En hier heb je dus de Masamune. De Masamune is een reference naar Final Fantasy 7 van Sephiroth. Dus best wel grappig dat ze die er zo in hebben gegooid. Al ziet hij er niet echt uit als de Masamune, maar goed. Eigenlijk wil ik die wel hebben. Laten we eens even kijken. Dual Class is wel beter. Neem hem. Priest Record. Neem hem. Bracer. Eentje dan. Countless, die hebben we al één. Golden Skullcap. Ja, we moeten echt heel voorzichtig zijn met ons geld. Grand Helm. Daar hebben we al niet meer genoeg geld voor. Rubber Suit. Brave Suit. Moet je kijken hoeveel geld tot we tekort komen. Light Rope, maar die hebben we al gelukkig één.
Grand Armor. Dat is het ultimate armor voor ja, die twee die we daar dus zeg maar zien. Desert Boots, die hadden we al. Yellow Scarf, Glass Buckle. Dat zijn allemaal items die we al hadden. We kunnen nou dus ook zeg maar garnets maken. En andere dingen. Dat doe je allemaal met ore en items. Kun je dus die allemaal maken. Maar ik dacht dat je nou dus ook zeg maar iets tegen Shadow kon. Maar dan wil ik wel even kijken. Want er zijn nog een paar dingen die we sowieso moeten kopen. Even kijken, waar staat dat? Greatest Helm, Thunder, Fire, Raises, Shadow, Earth, Scarf, Raises, Spirit, Raises, Shadow. Is dat dan maar die andere? Oké, nou, laten we eerst eventjes zorgen dat we even wat genoeg geld hebben. Maar hier kunnen we niks sellen. Jury! Want we zitten nou dus zeg maar op een probleem dat we dus echt, ik weet niet hoeveel geld nodig gaan hebben voor alle equipment. Dus ik wil eigenlijk wel die dingen kopen. En daarom wil ik dus heel eventjes hier langs gaan om heel eventjes zeg maar wat dingen te kunnen verkopen. Ether hebben we er 33 van, dan kunnen er 20 van weg. Zoveel ethers gebruiken we namelijk niet. Phoenix Finion, daar hebben we er 2 van, nou nog maar 1. Ja, ik gebruik de pinwheels bijna niet meer, dus die kunnen wel weg. Niet dat we er echt veel van krijgen. Jongens, ik ga heel eventjes mijn items heel eventjes na en ik verkoop eventjes zoveel mogelijk. Dus ik zie jullie in een seconde. Even jongens over de Aloha t-shirt, de Straw Hats en de sandals. Die verkopen, of ja, de Aloha t-shirts, die verkopen gewoon voor 9500. Wauw. Nou, aangezien dat ik die toch niet zal equippen, zou ik er 2 bewaren van alles. Deze die zijn niet zo bewaard, maar ik zal er ook daar 2 van bewaren. En sandals, 600. Heel erg leuk, zou ik ook 2 van bewaren. Goed. Ik denk dat ik nou wel op zich wel goed zit. En ik denk dat ik heb gezien wat we dus zeg maar willen kopen. We willen heel veel ninja gears hebben. Aangezien dat ninja gear absorbeert shadow elemental attack. En dan wil ik heel eventjes zien wie dat eigenlijk allemaal kan equippen. Dus ik weet dat ik hem aan kan volgens mij. Kijk, een ninja gear. Ja. Kan Towler hem aan? Nee, Towler kan hem niet aan. Dark Gear. Kun jij hem aan? Want het is dus zeg maar dat wij voor Shadow... Ja, jij kan hem ook aan. Dus het is zeg maar dat we daar 2 van nodig hebben. Oké, dus Ninja Gear... Volgens mij was dat gewoon te koop. Even kijken. Nee, alleen Dark Gear. Dit kan een probleem worden. Want we hebben nog een Ninja Gear nodig. Damn. Nou ja, laten we eens eventjes terug gaan naar die synthese shop en kijken wat we nog kunnen maken. Want ondanks dat we... Misschien dat we daar een ninja gear konden maken. Ik weet het niet zeker. We hebben nou weer geld genoeg dus. Even kijken. We hebben de Master Mune hebben gemaakt. Dual Claws is al... die hebben we ook eentje. Grand Helm. Iets later. Brave Suit. Doe maar. Wat doet hij eigenlijk? Raises Fire. Oké. Light, die hebben we niet nodig. Grand Armor. Ja. Ik zie geen ninja gear staan. Nou, ik denk dat het nog wel goed gaat komen. Dus maak je er niet zoveel zorgen over. Dat gaat allemaal wel goed komen. Dus Master Mune hadden we. Ik wil die andere ook nog heel even zitten. Grand Helm. Zo, hoppakee. Dan zijn we dus zeg maar klaar. En dan gaan we dus heel even naar de equipment ronde. Om te kijken wat we allemaal de nieuwe mensen kunnen laten equippen. Master Mune had ik nog niet eens gekocht. Slimme ik. Oké, de Master Mune is dus een beduidend stuk minder natuurlijk als wat we nou hebben geëquipt. En kan je Sacrifice leren? Dat wil ik toch heel eventjes laten zien. Vind ik toch wel even belangrijk om dat te laten zien, mocht je niet zeg maar alles compleet hebben. Oké, even kijken. Long Reach, Lucky 7 en Mug voor de T-Pad en een heleboel Staff voor JP. Restore HP en Auto Regen. Regen. Ja, waarom ook niet? Die heeft iedereen ondertussen toch al geleerd. En volgens mij konden we hier niks nieuws meer leren. Nee. Dus dan vraag ik mij af. Is er één ding wat nog... Kijk daar wel naar. Oké, Zelda, jouw beurt. Oké, Running Shoes eventjes voor Zelda, zodat hij ook Auto Haste kan leren. Oké, de Dual Claws voor Destiny. Die zijn dus sterker dan de Kazer Knuckles die we nu hebben. En wacht even, wat is dit? Avenger, Demi Shock. Demi is waardeloos. Geloof mij maar, Demi is echt waardeloos. Goed. Je hebt nog Eye for Eye aan het leren. Kun jij... Power-up kun jij dus leren. Oké. Hou even in gedachten dat jij die dadelijk equipt. Hebben we hier nog iets wat jij kan leren? Power Throw. Oeh. Dat wil ik zeker aan jou geven. Hebben we hier nog iets? Oeh, wat is dat? Eye for Eye. En die hebben we toch eentje nodig, Ninja Gear. Dus hoppakee. Gewoon equippen. Dan kunnen wij hier gelijk
Wat is dat? Eye for eye. Wat was die andere? Auto regen. Niet nodig. Power up. Geen idee wat het doet. Zullen we daar naar kijken. En even kijken of we hier nog iets... Oh, heel veel zelfs. Wat is dat? Restore HP. Die hebben we niet nodig. Wat is dat? Auto float. Flea jail. Nee, je zit goed verder. Goed, dan ga ik al eventjes bij de abilities kijken. Want ik vraag me eigenlijk af. Wat doet die power up eigenlijk? Raises the strength of chakra. Makkelijker kunnen we het niet maken. Heeft iedereen trouwens wel weer level up aan? Nee. Ik ga even bij iedereen weer level up aanzetten en ik zie jullie in een seconde. Oké, nou daar hebben we dan nou neergezet. Dus we hebben iedereen max geëquipt. We hebben alle nieuwe items gekocht die er nog te kopen zijn. Ik denk niet dat er eigenlijk nog iets anders te doen is voor ons. Dus op dit moment denk ik eigenlijk dat wij nu maar eens... richting ons Invisible gaan. Via Choco natuurlijk, want ik heb geen zin om dat hele eind te moeten gaan lopen. Dus gaan we naar de Invisible en vanuit de Invisible gaan wij dus richting de Life Tree. Eventjes een note. De Life Tree is het laatste punt van dit spel. Op het moment dat we de Life Tree ingaan, op de top van de Life Tree, daar is dus zeg maar het einde van het spel te vinden. Maar er zijn nog een paar dingen die we moeten doen en er zijn nog een paar items te vinden in de Life Tree die nodig zijn voor de Secret Bosses. Voor de Secret Bossen zijn er nog twee dingen te doen. En ja, ik weet het, we hebben nog die Kicker Quest. Maar dat heb ik een beetje verkeerd gedaan. Hoe dat de Kicker Quest precies werkt, wil ik nog wel eventjes uitleggen voordat ik deze aflevering ga afsluiten. De Kicker Quest, als je 99 kikkers hebt gevonden, dan komt dat vrouwke wat je de hele tijd de items geeft, die meester van de Quants, die geeft je dan zeg maar constant items. En bij 99 wil ze tegen jou gaan vechten. Ze heeft enorm veel HP, maar doet heel weinig schade. En geeft jou de sterkste vork die je kan hebben in het spel. Dat is eigenlijk praktisch wat de Kicker Quest heeft gedaan. Ik heb geprobeerd te farmen, maar kikkers die willen gewoon niet meer spawnen. Dus helaas kan ik die sidequest niet meer doen. Is heel vervelend, maar ja, kun je niet alles hebben. Goed. Ik dank jullie voor het kijken. Heb je een leukste momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties als je daar tijd voor hebt. Laat een like achter als je daar tijd voor hebt. En morgen gaan wij dus naar de gevreesde Life Tree. Ik hoop jullie dan allemaal te zien. Bedankt voor het kijken. En tot morgen. Doei!